Vandaag gaan we naar het Archeon. En dus we gaan terug in de tijd. Net ben ik in een museum geweest voor wat over Romeinen dingen ging. Hoi, nu ben ik aan het lunchen en ik zit in de tijdbank en die tijd heet Neolithicum. Dit zijn? Dat zijn noten. En deze, als je die openmaakt, die groeien zo in dit soort bolletjes. Die bolletjes openmaakt, dan krijg je dit soort zaad eruit. Dat noem je maanzaad. Kennen jullie misschien wel eens dat zaad of soms over het brood bij de bakker zit? Ja, dat is wat wij hier voor eten. Qua groente. We hebben natuurlijk nog wel dieren, dus we kunnen ook vlees eten. En koeien, varkens, schapen en geiten. En daarna maar de roomstraat en dan een huisje op tijd. Bij een gat en we zitten we zitten nu bij de trechter. En hier is een hele grot. Als je het leuk vindt, dan mag je even zo'n bijl vasthouden. Dus even kijken hoe dat er nou van dichtbij is. Als je het leuk vindt, dan mag je dat doen.
een soort van speel gemaakt. Maar die komt uit een oude tijd. En hij komt dus uit de Romeinse tijd. Hoi, nu heb ik een soldatenhelm op. En we zitten nu in de Romeinse tijd. En op het voorsteven van het schip stond een ridder gekleed in het zilver en het wit, een zwaanridder. En de zwaanridder rekende af met Frederik van Telgemonde. En dezelfde dag nog trad Elisabeth in het huwelijk met de ridder van haar droom. Nu heb ik een kaarsje gemaakt, maar hij is nog niet helemaal af. Hij moet nog warm worden. Oh ja, hij loopt helemaal hoog. Trek hem helemaal strak, zodat je ook goed tussen zit. Trek je hem eerst helemaal strak. Dan kijk je over je pijl naar je doel en dan schiet je recht op het doel. Ja, heel goed. Hoi, nu ben ik boven in de mooie schilderij. Thank you.
Hoi, nu ben ik bij een beeld en bij de receptie. En we gaan weer weg. En nu ben ik dus bij mijn eind van mijn vlog. En dus, doei en bedankt voor het kijken en tot de volgende. En vergeet niet te abonneren en duimpjes omhoog.